De organisatie van de Nationale Zomerbloemen tentoonstelling heeft de afgelopen 4 dagen 15.000 bezoekers geteld. De tentoonstelling werd voor het eerst in het weekend van Monumentendag gehouden. Door de verplaatsing naar een vast weekend buiten de schoolvakanties was de organisatie benieuwd naar het effect daarvan. Het thema was dit jaar Hollands glorie. De bezoekers konden de tentoonstelling waarderen. De reacties waren erg positief. Dit jaar niet geweest, volgend jaar opnieuw een kans. Dan wordt de 32e editie gehouden in het weekend van zaterdag 9 september.